We maken ons bezorgd over datgene wat House met die jongeren doet. Omdat we zien dat een hele grote groep, die gaat er gewoon kapot aan. Ze gaan gewoon naar de kloten gewoon. Er is een strijd gaande. Hè? Er is een strijd gaande tussen Satan en God. Ik weet dat de inspanning die jullie deze nacht leveren, hè, want dat is het, jullie zeggen ontspanning, maar het is ook een enorme inspanning, die zorgt ervoor dat jij morgen zondag om 10:00 niet in de kerk gaat zitten. Nou, morgen weer nuchter. Meestal zijn jullie een paar dagen echt naar. Satan zal moeten wijken voor Jezus. Dus wij, als wij krachtig zouden bidden, gaat Satan ook weg. Satan wordt gewoon aanbeden als heer en meester. Dat wordt er geroepen tijdens houseparties.
God zegt, hij wacht totdat hij ziet dat het gewoon zo erg wordt. Dat de liefdeloosheid eigenlijk zo de overhand krijgt en het kwaad ook eigenlijk. En dan komt Jezus terug.